Het duurste beursbedrijf ter wereld. De vraag is nog even: hoe lang nog? Want er zijn zorgen. Zorgen over de toekomst van Apple. Uh, Apple presenteert vanavond de nieuwste cijfers. En Brein Dogger, anders dan normaal. Zijn de verwachtingen die dit keer niet zo heel hoog gespannen? Nee, want er kwamen de afgelopen maanden al wat verhalen naar buiten dat het aantal iPhones dat wordt verkocht terugvalt. Er zijn wat, uh, wat bestellingen afbesteld eigenlijk bij, bij de leveranciers van Apple, Foxconn en zo. En de verkoop, uh, de analisten van Apple, uh, die Apple volgen, die willen. Heel graag dat Apple minstens 75 miljoen van die uh, iPhones uh, gaat verkopen. En uh, ja, je ziet hier in dit rijtje, ja, dat was eigenlijk een verkeerde DLS eigenlijk. Er um, waren 75 miljoen, willen ze op zijn minst dat er verkocht worden. Ja. En dat is vergeleken met vorig jaar maar een half miljoen meer. Er komt nog een staafje bij, als het goed is. Dus dat laatste, even, kijk, dat laatste kijk. staafje. Ja, dat ene laatste staafje waar 75 miljoen staat, dat had eigenlijk 74,5 miljoen moeten staan. Dus dan zie je dus dat het stabiliseert. Terwijl het jaar daarvoor was het verschil tussen het, dat ene kwartaal en dat andere en dat uh, vierde kwartaal van... Mm. Uh, 2014 uh, was bijna 50% in, uh, in verkoop. Er zit geen groei meer in. Dat is eigenlijk de bottom line bij, uh, bij Apple. Eigenlijk wel, ja. En dat komt vooral eigenlijk door China. Dat is de op één na belangrijkste markt voor, uh, voor Apple op dit moment. Daar gaat het economisch, zoals we allemaal weten. En die, en, iPhone, en die iPhone is wel echt een, uh, een, een topapparaat voor Apple. Ook. Voor en Apple is het een topapparaat. 60% van alle omzet die Apple draait komt bij die iPhones vandaan. De iPhone was dus ook de kracht achter die al maar groeiende omzet. Bij Apple, die je hier bijvoorbeeld ziet. In 2010 was die omzet. Het uh, 65 miljard. Nou, in 2015 was die uh, bijna vier keer hoger. Dat is een beetje overdreven misschien. Maar daar komt het wel in de buurt. En zet er tegenover heb ik even Alphabet gezet, het moederbedrijf van Google. Nou, je ziet daar. daar Jij noemt het wel heel goed alfabet hè? Bij ja. mij heet dat nog steeds Google, maar dat is niet goed, dus. Nee, moederbedrijf is Alphabet. Er valt Google onder en andere takken van sportief over uh, ook Google heten. Um, uh, je ziet die omzet die verschilt enorm van Apple, maar ik heb ze toch bij elkaar gezet, omdat Alphabet op de beurs inmiddels heel dicht bij de waarde van Google van Apple begint te komen. Um, inmiddels is uh, Alphabet bijvoorbeeld 600. Nee, laten we even kijken. Kijk, dit zijn. Dat komt hierdoor, door de beurskoersen. met is 12% gestegen. Apple is het afgelopen half jaar 20% gedaald op de beurs. Nou ja, en dan zien we de waardes van die bedrijven staan. En dan zie je dus dat Alphabet inmiddels uh, ruim 500 miljard waard is. En Apple 560 miljard. En dat was ooit 700 miljard. Binnenkort misschien niet meer het duurste beursbedrijf ter wereld. Precies. Apple, als dat zo doorgaat. Hmm. Indien. Hey, maar terwijl die omzet... Ja, weet je, je kunt zeggen van... Uh, misschien stijgt het niet meer, maar die is natuurlijk nu wel gigantisch. Ook vergelijken bij... Als Google. Ja dat, is, ja, dat is bizar. Het is gewoon een beetje de glans die er eigenlijk vanaf is gegaan. En Apple moet gewoon eigenlijk een manier zien te vinden om beleggers weer tevreden te houden. Uh, en uh, een product eigenlijk op de markt te brengen. Waardoor ze die groei weer door ja, kunnen want uite zetten. Uite uite uiteindelijk hebben ze dat natuurlijk altijd gedaan. Hè? Ze, hadden, ze hadden eerst de, 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 de iMac. Ja. En toen kregen ze de, de, de MacBook. en Die was fantastisch. Je, je staat er ook weer eentje. Dit is belachelijk veel geld. Maar je bent er toch blij mee als je hem hebt. Toch of niet? Ik ben er heel blij mee. Ja, toen ja. nou, kwamen ze ook met de, de, de iPod. Nou, dus, dat eh, was een echte fantastisch comeback. iPod. Toen ja. kwamen ze met de iPhone, toen kwamen ze met de iPad Fet. en nu kwamen ze met de. Ja, apple Watch hè? was er eigenlijk een ja. dingetje. Maar ja, dat is uiteindelijk, ik heb er zelf uh, eentje om. Die, uh, uiteindelijk is die 13 miljoen keer verkocht afgelopen jaar. In een ruim half jaar tijd. Maar ja, die iPhones die worden dus 75 miljoen per kwartaal van verkocht. En met een iets hogere marge ook. Hmm. Uh, dus uh, ja, die Apple Watch gingen je dus niet redden. Het volgende ding, misschien een apple Auto, daar zijn geruchten over. Elon Musk heeft gezegd dat hij er komt. Hij zou het kunnen weten. Dus laten we maar ervan uitgaan. Wat dat het zien top. we hier? dit de Apple? Auto? Ja, dit zijn allemaal fantasieën van mensen die denken: nou, als Apple een auto ontwerpt, dan zou dit misschien wel iets <laughs> leuks kunnen zijn. Er zijn ja, ja. grafici die uh, graag aandacht willen, die dit soort dingen maken. 2019 zou de planning zijn geweest, maar het schijnt ook dat Apple weer niet heel erg tevreden is met de voortgang daar, uh, daarin. Dus misschien wordt het pas weer veel later. Dus we moeten nog even geduld hebben. Oké. Okay. En ondertussen gewoon blijven. Kannibaliseren op die iPhone, want ja, 75 is natuurlijk nog steeds niet kinderachtig. Nee, ja, ze zijn bij Apple natuurlijk ook niet heel erg dom. Ze komen waarschijnlijk in maart met een nieuwe iPhone. En dat wordt dan een soort van uh, mid-range modelletje. Je ziet links zie je nu de iPhone 5 S, die we nog wel kennen van uh, drie jaar geleden. Vijf. En daar rechts daarvan is dan de nieuwe. Dat is ook oh, ja. de iPhone 5 modelletje. Maar daar hebben ze dan de iPhone 6 spulletjes in gestopt. Ja, ja. En daarmee proberen ze dan ook uh, wat goedkopere iPhones te maken, zodat meer mensen een iPhone kunnen aanschaffen en kunnen ja, oorlogen. Heel spectaculair is allemaal niet meer natuurlijk. Hè. Nee, de glans is er gewoon een beetje. Weet je vanaf eigenlijk wat we, wat we al zeggen, maar aan de andere kant, Apple heeft een berg aan cash. Ze kunnen uh, jaren zonder glans en dan is er eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand. En dan hebben ze al die jaren hebben ze nog de tijd om uh, iets nieuws, geniaals te bedenken. Maar goed, we kunnen wel short gaan op de koers. Dat kan. Ja, uh, dat kan. Ja. Probeer maar. had al bolle getallen. Oh ja, maar nog één dingetje ja. trouwens. Uh, het is wel zo dat analisten vaak onderschatten waar Apple mee komt. Dus ook al zijn ze heel voorzichtig, het kan dan weer net zijn dat Apple het net iets beter doet als ja. hadden voor En dat vorig. is al jaren het geval. Analyse, dat analisten dat ontschatten. Ja, dat is eigenlijk al zo, ja. Dus, ja, maar dus ik zou maar niet vanmorgen gaan. nog niet short gaan, maar misschien de dagen daarna. Ik een beleggingsadvies geven. <laughs> Daar heb nee. geen verstand okay, van.